Tijdvak 5 is de periode 1500 tot 1600, de 16e eeuw dus, en de naam van tijdvak is de tijd van de ontdekkers en hervormers. En bij dit kenmerkend aspect gaan we eens kijken naar dat woordje ontdekkers. We gaan het hebben over het begin van de Europese overzeese expansie. Daarmee worden die ontdekkingsreizen bedoeld, zoals die van Columbus bijvoorbeeld. En de vraag is waarom ze dat gaan doen, en daar zijn economische, politieke en culturele redenen voor. Maar voordat we daarna gaan kijken, eerst even een klein stapje terug in de tijd naar tijdvak 4, die tijd van die steden en staten. We zagen namelijk vanaf het jaar 1000 dat West-Europa langzamerhand weer op begon te bloeien. Het werd een stabiele agrarisch-urbane samenleving en daarom kreeg men in West-Europa ook weer steeds meer de kans om eens buiten Europa te kijken. Dat zagen we bij die kenmerkende aspecten over die opkomst van die steden en die handel terugkomen en dat zagen we ook bij dat kenmerkende aspect over die kruistochten. Maar goed, het wereldbeeld van veel West-Europeanen bleef toch heel beperkt. En een wereldbeeld is een voorstelling die je hebt van de wereld, hoe je denkt dat die eruit ziet. Nou, en hier zien we letterlijk hoe de Europeanen dachten dat die wereld eruit zag in die tijd. We zien hier een wereldkaart. En het is misschien even goed kijken wat je ziet, maar je ziet linksboven in de hoek Europa als je goed kijkt, Middellandse Zee eronder. Daaronder een stuk van Afrika, maar dat ja, wordt ook een beetje vervormd hoe ver je naar het zuiden toe gaat. En het land rechts, dat is Azië, en ook dat heeft een beetje een rare vorm. Dat komt omdat de Europeanen eigenlijk nauwelijks wisten hoe de wereld er buiten Europa uitzag. Ze hadden alleen een goed beeld van Noord-Afrika en de Arabische wereld, en ja, de werelden die erachter lagen, men had geen idee. Men kende het van enkele reisverslagen van Europeanen die er geweest waren, in de middeleeuwen bijvoorbeeld. Men kende het voor een deel uit de beschrijvingen van de oude Grieken en Romeinen. En men kende het eigenlijk vooral via de verhalen van Arabische handelaars en via de producten die handelaars meebrachten. Maar goed, hoe het er nu echt uitzag, men had in Europa geen idee. En daar gaat in de loop van de 16e en zeker in de loop van de 17e eeuw verandering in komen, want dan begint de Europese overzeese expansie. En die zie je hier op het kaartje al staan. En dan zie je dat er twee landen in het bijzonder mee beginnen, de landen waar al die routes uit vertrekken. Dat zijn Portugal, dat uiteindelijk een heleboel van die groene gebieden op de kaart in zal nemen, en Spanje, dat ook een groot rijk zal krijgen, met name in Midden- en Zuid-Amerika, dat oranje gebied. De vraag is natuurlijk waarom die Spanjaarden en die Portugezen nu ineens met de boot op pad gaan. Nou, er zijn verschillende redenen voor die Europese expansie en die hebben ook verschillende soorten motieven. Economische motieven, politieke motieven en culturele motieven. De economische motieven zijn misschien wel het belangrijkst. Ik noemde net al die islamitische handelaars. Nou, die brachten producten uit Azië mee, zoals zijde, zoals allerlei dure specerijen, zoals peper en dergelijke. En daar was in Europa veel vraag naar, dat waren gewilde luxe producten, maar die konden alleen verkregen worden via die islamitische handelaars. En die Europeanen die wilden het eigenlijk zelf gaan halen, die wilden zelf op zoek naar die specerijen, naar die zijde, naar goud, zilver, allemaal producten waar ze rijk van konden worden. Er was alleen één probleem, de islamitische heersers in het Midden-Oosten die lieten die christelijke Europese handelaren niet door, dus die konden daar nooit zelf naartoe, over land tenminste niet. En dat is dus de reden waarom ze het over zee gaan proberen. En dan is het ineens ook heel logisch dat Spanje en Portugal als eerste beginnen, want zij liggen misschien voor Europa in een uithoek, maar als je de wereldkaart erbij pakt, dan liggen zij wel het dichtst bij Afrika en het dichtst bij de zeeroute ook naar Azië. En zij gaan als eerste die kust van Afrika helemaal verkennen. De Portugezen beginnen ermee, net zolang totdat ze onderaan de zuidelijkste punt van Afrika komen, Kaap de Goede Hoop, en dan trekken ze zo weer richting het noorden, richting Azië. Allemaal dus voor die specerijen, voor die zijde, voor die luxe handelsproducten. Maar er waren ook andere motieven om op pad te gaan, zoals politieke motieven. De Spaanse en de Portugese vorsten steunden die ontdekkingsreizen. Die zetten ze vaak zelfs op. Waarom? Nou ja, het kon ook wel als uitbreiding van je macht betekenen. Je kon een groot rijk veroveren. De Spanjaarden doen dat in Midden- en Zuid-Amerika, zoals we net al op het kaartje zagen. Hier zien we de Aztekenkoning Montezuma die zich neerlegt bij de Spaanse overheersing. Maar daar zal ik daar nog even op terugkomen. Culturele redenen dan voor die Europese expansie? De verspreiding van het christendom die is toch wel belangrijk. Hier zie je de oudste katholieke kerk in de Nieuwe Wereld, in Amerika bijvoorbeeld, gebouwd door de Spanjaarden. En als laatste culturele reden is daar simpelweg nieuwsgierigheid en avontuur. Men kende die wereld buiten Europa vooral van de verhalen en er deed de meest fantastische verhalen rond over die wereld. In China zouden de daken van de huizen van goud zijn, er zouden gouden mieren rondlopen, er zou een volk leven van hondenkoppen.
Elders op de wereld zouden tegenvoeters leven of cyclopen. En men was nieuwsgierig naar wat er nou eigenlijk echt van waar was. Men wil dat wel eens met de eigen ogen zien. Nou, en dat zijn dus de belangrijkste redenen waarom de Europeanen op pad gingen. En om dat nog eens even op een rijtje te zetten, hier een prent over een van de belangrijkste, of in ieder geval een van de meest beroemdste ontdekkingsreizen, die van Columbus, die per ongeluk Amerika ontdekt. En op deze prent zie je alle motieven terugkomen. Je ziet Columbus daar in het midden staan met die lans in zijn hand, en hij krijgt allerlei handelswaar aangeboden van die Indianen, van die inboorlingen. Nou ja, en die vlaggen en die zwaarden en die lansen hebben ze ook niet voor niets bij. Ze kunnen zo mooi een groot rijk veroveren. Links zien we een aantal van Columbus mannen een kruis in de grond slaan. Nou ja, dat staat voor die verspreiding van het christendom. En die Spanjaarden die waren natuurlijk ook gewoon nieuwsgierig naar die Indianen. Naar dat goud en zilver dat ze aanboden. Ze wilden daar meer van weten. En met die reizen van Columbus, daarmee begint eigenlijk de Spaanse verovering van Midden- en Zuid-Amerika. En die Spaanse veroveraars die noemen we ook wel conquistadores. Veroveraars betekent dat letterlijk. Zij koloniseren uiteindelijk twee hele grote rijken in Midden- en Zuid-Amerika, het Aztekenrijk en het Inca-rijk. En dat heeft hele vervelende gevolgen voor de Indianen daar. Ten eerste, een groot onbedoeld gevolg is de massale sterfte van Indianen aan Europese ziektes. En met massaal bedoel ik ook echt massaal. We hebben hier over tientallen miljoenen Indianen die waarschijnlijk gestorven zijn aan simpele Europese ziektes, zoals bijvoorbeeld de mazelen, omdat ze daar nog nooit mee te maken hadden gehad in Amerika. En ze hadden dus ook geen immuunsysteem daarvoor. Een ander gevolg voor de Indianen was het feit dat ze massaal gekersend werden, bekeerd werden tot het christendom. Maar het meest vervelende gevolg voor de Indianen was misschien wel het feit dat ze te werk werden gesteld door de Spanjaarden. Ze werden gedwongen tot arbeid, ze werden bijna tot slaaf gemaakt om te werken op Spaanse plantages die werden aangelegd, of in de zilver- en de goudmijnen die werden aangelegd door de Spanjaarden. En tegen dat laatste kwam steeds meer protest, vooral van katholieke priesters. Zij had de Indianen net tot christen bekeerd en ze vonden dan ook dat mede-christenen niet zo behandeld konden worden. Nou ja, uiteindelijk wordt er gehoor gegeven aan dat protest en komen er nieuwe Spaanse wetten in 1542, waarmee wordt gezegd dat die Indianen gelijkgesteld moeten worden met de Spanjaarden. Maar dan moeten er wel andere mensen komen werken, vinden die Spanjaarden, op die plantages en in die mijnen. En dat is het begin van de transatlantische slavenhandel. Oftewel, slavenhandel over de Atlantische Oceaan, transatlantisch. Laten we zwarte slaven uit Afrika gaan halen, die kunnen dan mooi op die plantages en in die mijnen werken. En dat vormt het begin van de zogenaamde driehoekshandel. De Europeanen die varen vanuit Europa naar de Afrikaanse westkust, daar ruilen zij allerlei goederen tegen slaven. Die slaven worden over de Atlantische Oceaan, nogmaals transatlantisch, over die oceaan gebracht, om daar op die plantages te werken, in die mijnen te werken. En uiteindelijk worden de producten die die slaven hebben gemaakt weer richting Europa verscheept. Dat vormt een mooie driehoek, dat is de driehoekshandel. En dit kaartje is al van iets latere tijd dan waar we het nu net heel het over gehad hebben. Maar je ziet ook al meteen dat er nog veel meer Europese landen mee gaan doen aan die hele Europese expansie. En dat zien we als we hier nog even de kaart erbij pakken van rond het jaar 1600. Dat is dus 100 jaar na die eerste kaart die we hebben gezien. En dan zie je dat de Spanjaarden en de Portugezen nog steeds voorop lopen. Die hebben hele grote gebieden in handen. Maar de Nederlanders en de Engelsen zijn ook flink aan het meedoen. Zij stichten ook overal factorijen, oftewel versterkte handelsposten, om er zo zelf ook beter van te worden.